Waar staan? Ja, wij staan hier bij kinderboerderij De Baak. Vondelkwartier om precies te zijn, want als je ook zo meteen om je heen kijkt, we zijn hier te midden van de samenloop voor hoop. 24 uur per dag gaan teams van, veel leden gaan lopen om geld in te zamelen voor het KWF. De bestrijding van kanker, we hebben er allemaal natuurlijk al mee te maken, in de familie, in de vriendenkring. En ja, daarom verzamelen wij zoveel mogelijk geld. En dat doen wij door 24 uur te gaan lopen. Dat doen wij ook met het hele team. Steeds zorg je dat er in ieder geval één persoon in het team op de baan is. Nou ja, het is even voor 11 uur nu. Dus het begint aardig donker te worden. We gaan straks naar de ceremonie voor de eregasten. En dan gaan we met het hele team zo meteen langs het parcours lopen. En er staan allemaal prachtig versierde kaarsenzakken met een kaars erin. En dan zul je zien hoe mooi en misschien ook hoe emotioneel het is. Ik denk wel dat als wij er ook gaan lopen, wel een kippenvel momentje gaan krijgen. We gaan het zeker ook meebeleven en ook in beeld brengen en geluid. De organisatie, daar gaat natuurlijk wel een hele organisatie aan vooraf. Kun je daar iets over zeggen? Ja, nee, er zit inderdaad een organisatie. Dit is trouwens de tweede keer dat het plaatsvindt. Het is om de 2 jaar. Het wisselt af met Heemskerk. Dus Beverwijk, Heemskerk enzovoort, enzovoort. Ja, het zijn José en René Schelvis, allebei die er gewoon echt keihard aan gewerkt hebben om dit weer tot een super geslaagd evenement te laten worden. Nou ja, ik zie inderdaad draaimolens, ik zie kraampjes om te eten, ik zie toiletten. Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft door dit evenement goed te lopen is gewoon aanwezig. Nou ja, Radio Beverwijk heeft ook zijn eigen tent. Dus kan je ook zo, grote letters Radio Beverwijk. Wij zenden ook 24 uur per dag uit via de radio live. Ja, dit is gewoon één grote happening. Margaret is erbij, Sambra zie ik erbij, Ruud, Ab, Frank, jij, ik, Sylvia. Nou, nog veel meer leden. Ja, dit is gewoon prachtig. René, wat is jouw eerste indruk? Want jij komt hier net aan. Het is uniek. Ik wist niet wat ik meemaakte dat het zo groot is en zo indrukwekkend eigenlijk. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is vooral indrukwekkend. Dat is misschien wel het juiste woord. Zometeen, als we zo meteen 's nachts gaan lopen, dan is het helemaal van, dan zie je, het is alleen maar pikdonker. Het enige licht dat je ziet is langs de paren die kaarsen. Met name van mensen die hun, iemand hebben verloren aan kanker. Of nog aan het strijden zijn tegen kanker. En dan zie je soms ook, want ik liep net al langs en dan zie je soms boodschappen op die zakken staan van ik mis je nog steeds of nog altijd in ons hart. Zulke boodschappen. Ja, probeer dan maar eens droog te houden om er geen tranen te krijgen. Ik ben benieuwd of het jou gaat lukken. Nou goed, net toevallig veel komst. Always be in your heart zingen, dat is wel heel treffend. Ja, heel treffend inderdaad. Ik geloof dat we zo naar het podium toe moeten, want dan worden de eregasten in het exercise. Sorry. Oh,
Dankjewel. We gaan door met een liedje van George Harrison. Van zijn legendarische album All Things Must Pass. En daarvan vragen wij ons af, wat is life? Oké. Ja, wij gaan nu zo meelopen met het meest indrukwekkende moment misschien al van de hele samenloop voor hoop. Dat is ja, de ceremonie voor de survivors, zo is het heel mooi. Mensen die op dit moment nog vechten tegen kanker of gestreden hebben tegen kanker en ervan genezen zijn. Dus ja, ik zie mensen met fakkels allemaal lopen. Het is een heel emotioneel gebeurtenis. Ja, ik zei tegen René van dit moeten we gewoon niet missen. Dus laten we kijken of we hier in een groep kunnen aansluiten bij onze eigen teamleden. Margaret, Ab en Sylvia. Dus we gaan even kijken waar die lopen. En dan kunnen wij daar hopelijk tussendoor gaan. Maar dat doen we dan wel met gepaste stilte. Dus zodra wij in de tocht gaan lopen, dan doen wij camera en microfoon even uit. Okay. Ja, we zien hier allemaal mensen voorbij komen en ja, emoties vooral, dat is wat we kunnen omschrijven. Ik zie mensen met tranen in hun ogen voorbij komen, terwijl er een popcorn zie Volta op het podium ja, de meest prachtige liederen zingt. Ja, mensen die gewoon voorbij gaan in deze tocht door een soort pad van lampjes, door kaarsen. Ja, en ja, het is eigenlijk gewoon prachtig inderdaad. René, wat vind jij ervan als je er omheen kijkt? Het is wel heel bijzonder en ook het geeft goed die sfeer weer waarvoor we hier ook staan. Ja, absoluut inderdaad. Ja, prachtig gezongen door Sea Volta inderdaad. Het popcore dat ook een liter hier speciaal voor aangepast heeft. Ja, en wat je ziet is ja, mensen die in stilte zijn, maar ook blijdschap is het woord niet, maar een gevoel van laten we ook het leven vieren. Dat vooral natuurlijk. Want ja, het is vreselijke ziekte. Maar laten we natuurlijk ook niet vergeten dat we ook het leven proberen te vieren. Zover dat kan. Ja, en zie je mensen oud, jong, jongens, meiden, mannen, vrouwen lopen door elkaar heen. In één grote kolonne achter elkaar aan. En ja, dit is gewoon heel indrukwekkend om dit zo te zien. Ja, precies. Ja, ja. En nogmaals even mensen, luisteren. Dit is niet uit onrespect. Dit is gewoon puur inderdaad dat we hier reportage maken om die sfeer een beetje te waar te geven. Inderdaad. We zagen net ook Sylvia, die meer inderdaad iemand die ja, strijdt op dit moment tegen die vreselijke ziekte. En ja, je ziet inderdaad ook ja, emoties. Ik zie mensen ook die allemaal kijken, vol stilte, vol verdriet in hun ogen. Dat is toch van, ja, het kan iedereen natuurlijk gebeuren. Het kan een naaste van je zijn, het kan familie van je zijn, het kan jezelf natuurlijk overkomen. En dat vooral mensen die elkaar omhelzen, mensen die elkaar helemaal niet kennen misschien. Maar elkaar toch met in een bepaald gevoel met elkaar delen van, je kunt bij mij terecht. Dus dat is heel mooi. Okay.
Ja, dan staan we hier voor, je ziet er ook om je heen, kaarsenzakken, 150, misschien wel meer in totaal. Met allemaal daarop een boodschap, een persoonlijke boodschap voor iemand die men helaas verloren is. Of iemand die nog strijdt tegen die vreselijke. Met allemaal, ja, ik heb er eventjes een aantal mogen lezen. Prachtige persoonlijke boodschappen voor het ik mis je als iemand bijvoorbeeld helaas overleden is. Of ik hoop dat je er weer bovenop komt als je daar toch tegenaan die ziekte uit strijden bent. Maar ook ik hoop dat we je ooit weer terugzien. Weet je, dan als je zulke dingen leest, krijg je gewoon kippenvel. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Want ja, eigenlijk moet je hier gewoon heen komen. Om dan, ja, ook gewoon vooral 's nachts is het indrukwekkend die kaarszakken te bekijken. Er zit een kaars in die 24 uur brandt. Dus vooral in de nacht is het gewoon heel prachtig om te zien. Je kunt dan ook, ik weet niet of dat casino René daar, het woord hoop. Het woord leven. Hoop, leven. Vormen in harten. Het zijn er gewoon te veel. Om het gewoon allemaal te laten zien. Je moet het gewoon echt bekijken. Ik zie nu ook bijvoorbeeld een mevrouw voorbij lopen met echt, die de tranen aan het wegvegen is van emoties. Mensen die foto's maken van al deze prachtige kaarsenzakken. Wij maken er nu opname van. En het is gewoon heel mooi. Ja, je wordt er soms af en toe een beetje stil van. Het is soms moeilijk om de juiste woorden erbij te vinden als je emoties een beetje over je heen komen. Ja, ondertussen komen steeds meer mensen, ja, het is een uur lang, dus de groepen die hier lopen een uur lang tussen 11 en 12. Dan gaat het reguliere lopen weer door, want het is de bedoeling dat per team, sowieso, elk uur, één iemand persoon, het liefst natuurlijk meerdere, dus dat kan je ook met elkaar nog even tussendoor praten, in de baan heeft. Dus er moet per team sowieso één persoon in de baan lopen en dat tot morgenmiddag, zondagmiddag 23 juni. 1400 uur en dan wordt dan de afsluiting. Ook Radio Beverwijk doet mee. We hebben een groot aantal leden die meedoen. Ik noem er even een paar op. Sorry als ik je dan even niet noem. Maar dat is niet omdat ik je niet vergeten ben. Maar gewoon is het gewoon puur omdat ik dan even een aantal opnoem. Een Ab Jenema, Margaret Jenema, Sylvia, Ruud, René, jij naast me ook. Ik loop. Rina, Margaret Haver. Sandra Groenendijk en nog vele anderen. Frank Koning, Rob Keeser, Marian de Ridder en gewoon nog veel meer mensen. Maar ja, nu loop je mensen voor mij langs met fakkels in hun handen. En ja, het is gewoon heel indrukwekkend om dit te zien. Ja, we staan hier naast een aantal medewerkers van Beverwijk. Onder andere Rob Keeser. Rob, als eerste, misschien een rare vraag om mee te beginnen. Maar als je dit zo allemaal om je heen gaat, wat is het eerste gevoel wat door je heen gaat? Ja, ik vind het heel bijzonder natuurlijk. Het is een hele bijzondere gebeurtenis, de samenloop voor hoop. En het komt ook gewoon door het sfeertje en waar het om gaat. Het is niet verdrietig, dat moet het ook niet zijn. Het is ook heel vrolijk, want een van de titels is Leef het leven. Nou, dat wordt gedaan. Het wordt zeker gedaan, ja. Ja, ook achter je. Ja, maar goed. Als je dit, joh, je ziet ook, je ziet voor alles om je heen. De hele sfeer met elkaar, die gemoedelijkheid met elkaar. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Ja, zeker. En vooral dat eerste uur dat we liepen. En ook dat uur zojuist met die kaarsenceremonie. Daar zie je van alles om je heen gebeuren. Je ziet mensen lachen, je ziet mensen elkaar vasthouden. Je ziet mensen huilen. Je ziet, het is eigenlijk een heel apart sfeertje is het. Ja. Had jij ook stiekem kippenvel? Ja, had ik. Ja. Niet van de kou, maar gewoon echt toch wel van de, ja, van wat hier gebeurt. Ik ken dit terrein een beetje. Dit is natuurlijk gewoon een heel uitgestorven dood terrein s'avonds. Je komt normaal nooit, iemand. Je komt hier normaal nooit. En dan is dit er, ja. En wat ik ook heel bijzonder vind, en je kan zeggen van ja, dat is toeval. En misschien is het ook wel toeval. Maar ik heb nog nooit zoveel vlinders zien vliegen hier. Nou, je het zegt inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. Het is echt waar, inderdaad. Je weet waar een vlinder symbool voor staat. Maar ook in de tent van Radio Beverwijk hadden we op een gegeven ogenblik vlinders. Ik zeg, waar komen al die vlinders vandaan? Nou, ik vind dat bijzonder. Daar krijg ik ook kippen van. Nou, absoluut. Je hebt zelf al gelopen. Ja. Ga je nog lopen?
Als het goed is ga ik nog lopen tussen 12 en 1. Maar ik heb zelf ook een beetje gerommel met mijn gezondheid. Dus je treft het ook niet, hè, man. Nee, dus ik kan niet elk uur afmaken. Maar dan ga ik op zijn plek weer innemen. Dus dan ga ik weer techniek. Oké. En met wie ga je samen lopen? Met mijn zus, Marianne. Dat is, dat is wel gezellig. Je moet sowieso één loper in de baan hebben, maar als je er meerdere hebt, is het natuurlijk altijd mooier. Ja. En het is natuurlijk ook niet zo eigenlijk van met wie ga je. Je loopt met 550 man. Ja. Je loopt met elkaar en iedereen is zo vriendelijk tegen elkaar. En iedereen heeft een praatje en een babbeltje. En ik denk dat als men de wereldleiders hier even neerzet om het sfeertje te proeven van wat hier is, dan zouden we eindelijk eens een keer wereldvrede hebben. Nou ja, dat is een mooie uitspraak om mee af te sluiten. Rob, hartstikke bedankt. Nou, en veel succes met lopen zometeen nog. Graag gedaan. De koning inderdaad. Ook een van de trouwe lopers. Marjan, hoeveel uur heb jij er ondertussen al op gezeten? Ik denk 5. 5 uur. En dan gelukkig niet achter elkaar. Het moet wel menselijk blijven. 3 uur achter elkaar. Mm-hmm. Wat is je gevoel als je dit, als je nu even om je heen kijkt, alles bij elkaar? Ja, dat is ook misschien wel heel typerend. Die gewoon in bed kan stellen, hè? Je moet geïnterviewd te worden, slaat nergens op. Ja, nee, joh. Gelukkig zit de sfeer er wel heel goed in. Dat is wel heel belangrijk. Wat eten we morgenavond? Ja, nou ja, die vraag komt ook nog wel. Maar nee, maar Marjan, je bent niet werkzaam bij Radio Beverwijk. Je bent wel een lid van het team van Radio Beverwijk. Want je hebt zelf ook een geschiedenis die helaas te maken heeft met die vreselijke ziekte. Wil je erover vertellen? Ja hoor. Ik ben in 2007 mijn vader verloren. In 2009 mijn oudste broer. En 2014 is mijn moeder overleden. Alle 3 aan kanker. Ja, precies. Met wat voor gevoel loop je hier dan? Ja, dat is een lastige vraag, want emoties is heel moeilijk uit te drukken. Verdrietig. Eigenlijk ook heel, heel blij dat je dit mag doen. Dat er een saamhorigheid is. Ja, super. Ja, precies. Gewoon heel warm. Ja, ook die gebroedelijkheid met elkaar inderdaad ook. En mensen op de kamer hier misschien ook niet willen, maar nee, maar het is inderdaad ook, je maakt een praatje met mensen die je normaal nooit een praatje mee maakt. Mensen die eigenlijk precies hetzelfde hebben meegemaakt. Je loopt ook alleen in gedachten, zonder gedachten. Ja, precies. En nu heb je zelf net meegelopen met die kaarsceremonie. Ja. Is er dan helemaal een kippenvel moment? Ja. Ja. Verdriet. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Je hebt nu 5 uur gelopen. Hoe voelen je benen? Moe. Moe. Branderig. Tijd om naar bed te gaan. Ja, precies. Want jij blijft niet de hele nacht door. Nee. Je gaat nog wel lopen vandaag. Voor de hond. Ja, dat is waar. Je gaat nog wel lopen morgen? Morgen, ja. 7 uur ben ik er weer. Morgen om 7 uur is het weer. Ja, nou ja, als je dan geen gevoel voor je team hebt en voor deze samenloop, dan weet ik het ook niet. Maar dit is trouwens niet je eerste keer, hè? Nee, ik heb 2 keer in Heemskerk gelopen. En 3 weken terug de Alpe d'Huez. Ja, want dat is inderdaad, dat was in Frankrijk. Ja. Ook voor het KWF. Ook voor het KWF. Hoe ging dat? Hoe kan je dit met deze samenloop dat vergelijken? Nee. Dat kan totaal niet. Je hebt een berg, 21 bochten. Een stijgingspercentage van 10%. Nee. Je kan dit niet vergelijken. Nee, qua emoties wel? Nee. Ook niet? Nee, helemaal niet. Nee. Je kan geen enkele emotie met iets vergelijken. Nou ja, precies. Inderdaad. Als je zak morgen om 2 uur, dan is het einde van deze samenloop. Als ik jou vraag van hoe kijk je op die hele dag terug? Geweldig. Geweldig. Heel mooi dat ik daar een stukje van mag zijn. Ja, prachtig. Dankjewel Marjan. Rust lekker uit. Ik zie jou morgen om uurtje of 7 weer met een ontbijtje. Nee, ik blijf gewoon lekker vannacht hier. Ik wil ook een keer, niet thuis zijn. Lekker. Mis van. Kijk, dit is weer iets voor jou. You know, I could never be alone. Take me down. Take me down. Een baby in beeld. Een baby in beeld. Een baby in beeld.
Weet je dat er een beeld in het weet? En ja, daar zitten we. Nou, het is nu tussen 4:15, 5:30 morgens. Het is al daglicht, dat is al heel fijn. Dus dan zitten we niet meer in het donker, in ieder geval aan elkaar te turen. De vermoeidheid is ook aardig toegeslagen bij jou, bij mij inderdaad. Maar goed, dat betekent dus wel dat de laatste loodjes bezig zijn. Nog een paar kleine uurtjes voordat de samenloop er weer op zit. En dan hebben we gewoon met z'n allen een prachtige prestatie geleverd. Voor het goede doel, voor het KWF. Geld ingezameld met allemaal acties. Gelopen met elkaar. Dingen verkocht, dingen gekocht. Noem maar op, eigenlijk alles. Wij gaan nu afsluiten en tot de volgende keer.